Ik vond de Verstoppertje in het Kleinlaad zo leuk dat het me deed denken aan toen we een hele tijd geleden Verstoppertje als dier speelden. En toen dacht ik van misschien kan de professor dat wel gewoon regelen voor mij. Misschien kan hij ons wel gewoon laten veranderen in een dier. En dat zou echt super leuk zijn, want dan kunnen we dus Verstoppertje spelen als dier. Alleen, daarvoor moet ik natuurlijk wel eerst eventjes naar de professor toe. Dus laten we dat maar eens eventjes gaan doen. Oké, dus laten we hier maar eens eventjes naar binnen gaan. En ik ben benieuwd, waar is de professor? Professor, hallo? Hey, daar is hij. Hey, professor, hallo. Hey, ik had een vraagje. We hebben dus laatst Verstoppertje gespeeld in het klein, hè? Dat weet je nog wel, toen we hier verkleind wilden worden in deze buis hier zo. Ja, dat weet ik nog wel, dat klopt. Nou, nu had ik dus de vraag of dat je misschien een machine kan bouwen of deze machine kan ombouwen dat we kunnen veranderen in een dier. Ombouwen om jullie te veranderen in een dier? Oké. Dat moet wel kunnen, ja? Ik denk het wel. Oh, oké, nice. Nee, we willen namelijk Verstoppertje spelen als dier. Of nee, dat wil ik. Ik heb het de rest nog niet verteld, maar ik denk dat het heel erg leuk is. Maar dan moet het wel 100% goed gaan, professor. Dus al mijn experimentjes zijn altijd 100% goed. Dat weet jij nou, net zo goed dat is dus ik, niet waar. Daar ben ik het niet mee eens. Maar je moet wel zorgen dat deze 100% goed gaat. Want anders dan gaat het helemaal fout. Ja. Ik ga ervoor zorgen. Dat moet helemaal goed komen. Maar dat duurt wel... Ja, ik ben wel een dagje bezig hiermee. Oh, dat duurt wel even. Oké. Is goed. Dan kom ik morgen bij je terug. Oké? Helemaal goed. Oké, doei. Doei. Oh, wat super fijn dat het kan. Ik ben er echt super blij mee. Maar nu moet ik dus eventjes zorgen dat morgen als die machine klaar is, iedereen klaar staat om Verstoppertje te spelen. Dus ik heb hier een brief in mijn inventory. En ik moet dadelijk voor iedereen een brief schrijven. Maar laten we er eerst maar eens eventjes eentje schrijven voor Mick. Oké, hallo Mick. De professor is bezig met een machine waarmee we kunnen veranderen in een dier. En daarom nodig ik jou uit om morgen mee Verstoppertje te spelen als dier. We verzamelen bij de wensput in de ochtend. Hopelijk zie ik je daar. Nou, deze nu moet ik dus eventjes schrijven voor de pro de noob. En ja, voor Mick is je nou af. Ik ga nog even een paar brieven schrijven. Dan doe ik ze op de post. En dan hoop ik dat ik morgen iedereen hier bij de wensput zie staan. Ik hoop in ieder geval dat iedereen meedoet. Want ik heb niet gezegd dat ik diamonds ga betalen aan de winnaar of zo. Dus ik hoop dat mensen het zo leuk vinden dat ze toch komen. Een hele goede morgen. Ik ben hier net lekker wakker geworden. En ik hoop dat iedereen hier is komen opdagen. En ja, het lijkt er wel op. Hallo jongens. Hallo. Hallo allemaal. Ik heb een brief gekregen. Heb jij een brief gekregen? Oké. Ja, dat is wel de bedoeling. Die heb ik namelijk aan jullie verstuurd. Want jullie hebben denk ik al een beetje gelezen wat het idee is dan. Hé jongens, zie je dat? Daarom zijn we hier. Hé, doe eens even normaal, man. Jij mag niet meedoen. Oh, daar valt ook allemaal varkensvlees van hem vandaan. Super grappig, jongens. Super grappig. Oké, maar als het goed is, heeft de professor de verkleinmachine aangepast. Zodat we dan nu kunnen veranderen in dieren. Ik ben echt heel benieuwd. Dat lijkt me zo gek. Ja, lijkt mij ook heel erg gek. Maar ik denk dat we maar gewoon moeten doen. Ik denk Let's dat dat de bedoeling is. Ja. Ik heb er zin in. Ik hoop wel dat ik weer normaal kan worden daarna. Nee. Ik ook niet. Dat gaat denk ik wel goed komen. Maar ik offer mezelf al op om de eerste ronde te zoeken. Want dan kan ik nog even normaal blijven. Hoezo is dat een opoffering? Dan offeren wij ons toch op? Nee, ik offer me echt op voor jullie. Want ik moet zoeken. En dat is zo stom. Zoeken is zo stom. Dan zijn wij dadelijk letterlijk proefkonijnen. De professor zei letterlijk tegen me gisteren dat het echt 100% ging werken. Dus... werkt het niet. Ja, laten we maar even kijken wat hij zelf te zeggen heeft. Nou ja, even kijken. Als hij 100% zegt, dan is het meestal wel 100%. Als hij nee en iets zegt, is het meestal niet. Hallo. Hey daar. Ja, nee, ik denk wel echt dat het 100% is. Want als hij 100% zegt, dan is het inderdaad altijd goed. Oh, Mick is enthousiast. Zijn jullie klaar voor, jongens? Professor? Het is helemaal gelukt. Nice. Nou, ga er maar in staan. Oké, dan. Ik zoek de eerste ronde, dus ik hoef er niet in natuurlijk, hè. Oké, als jullie zo enthousiast en al klaar zijn, dan in dat geval 3, 2, 1... Eureka! Kijk dan! Yo, jongens, jullie zijn echt varkens geworden! Dit is zo apart! Jullie zien er zo raar uit! Ik ben helemaal niet veranderd! Grapje. Dat klopt. Ben jij Mick, of niet? Ja. Of ben jij Mick? Je sloeg mij net als eerst. Of ben jij Mick? Nee, ik ben Mick. Ik weer. Wat kunnen jullie mij aanvallen? Ga je bijten? Aangevallen? Kom op, shield bijten! Ik word aangevarken! Hey, doe even normaal. Niet zo stom. Jongens. Kom op. We zijn hier om een Verstoppertje te spelen, hè? Ja, oké. Ik ben er klaar voor. Oké, jongens. Voor de eerste ronde mogen jullie gaan verstoppen in het protel. Dus ik ga tellen en ik zou zeggen succes. Ik ga helemaal boven, want ik denk dat Giel daar gewoon als laatste gaat zoeken. En het wordt best wel moeilijk om te verstoppen als varken. Aangezien een varken best wel een groot dier is. Dus
ik weet niet of we echt goede plekken hebben. Kan ik niet eens? Ik kan niet door deze deur. Ik kan niet door een normale deur. Wat is dit? Hè? Oké, nou, dan is deze verdieping geen optie. Even kijken. Hier staan geen meubels. En hier, ja, ik denk dat dit de enige optie eigenlijk is. Ja, dit is wel de beste verstopplek die er is, denk ik. Ik heb de deuren dicht gedaan hier op de eerste verdieping. En ik ga gewoon heel simpel achter dit bureau zitten. En hopen dat Giel gewoon niet hier gaat kijken. Oh, nee. Ik ben helemaal naar boven gegaan. Maar ik kan gewoon niet door de deur heen. Dit is niet... Oh, nee, dit is niet goed. Dan ga ik gewoon in het lege ding zitten. Want daar gaat hij toch niet kijken. Want het is hier toch helemaal leeg. Oh, nee. 59, 60. Ik kom jullie zoeken, jongens. Zitten jullie een beetje goed verstopt? Zo goed als je knor. Verstoppen. Knor, knor, oh, okay, ja. Okay, eens even. Ja, knor, ik heb er een gevonden. Wie is dit? Oh, wie is dit? Ik ben Hey, sla me niet zo vaak. Ik mag de volgende ronde gaan zoeken. Oké, dan gaan we naar boven. En eens even kijken. Zit er hier toevallig iemand? Oh ja, er zit er gewoon weer iemand. Ja. Jeetje, wat is dit nou weer voor stoppen of stopplek, man? Nou, er is geen beter, hoor. Nee, je kan nergens verstoppen. Okay. Even kijken. Jij kan nergens verstoppen, maar je hebt wel gewonnen, denk ik. Ja. Toch? Want dat was Mick net. Ja, jullie lijken allemaal zo erg op elkaar ineens. Ja. Huh? Waar is de Noob nou? Ik ben goed verstopt. Ja, maar ik kan je helemaal... Ja, dat klopt. Ik kan je helemaal niet vinden, joh. Nee. Waar is de Noob? Heeft de Noob nou de beste verstopplek? Knor, knor. Knor, knor. Noob, wacht, ik zit in de koelkast als een hamlapje. Ben jij, wat? Ja, dat zou ook zomaar kunnen. Maar waar ben je nou? Ah. In het zwembad. Huh? Waar is de Noob? Ik zeg... Waar kan die nou zijn? Ik snap het helemaal niet. Nee, je mag niet weten waar ik zit. Nee. Zat je de hele tijd hier? Ja, in de lege zaal. Nee, joh. Oké. Nou, Noob, kom maar mee. Je hebt gewonnen. Yay. Gefeliciteerd. Ah. Hallo, professor. We willen weer veranderd worden. Kan ik hier gewoon bij gaan staan? Ja. En dat ik gewoon ook in een dier verander? Als het goed is, moet dat gewoon goed lukken, ja. Oké. Nou, zullen we nu verstoppen als kippen? Haha, wie moet er zoeken? Dat lijkt me wel fijn. Dan ben je lekker klein. Ja, precies. Dan kun je wel echt goed verstoppen. Ik denk dat dat een goed idee is. Laten we als kippen gaan verstoppen. Ja. En de pro moet zoeken, toch? Ja, de pro moet zoeken. Kan het dan zo zijn dat de pro weer normaal wordt? Ja, dat kan ik wel instellen. Ja, dat komt helemaal goed. Ga er maar allemaal in staan. Oké. Is goed. Oké. 3, 2, 1. Wablam! Eureka! Kijk eens aan! Ja. Oh, we zijn kippen, jongens. Wow, ik ben een kip! En ik ben normaal! Hey. Wow! Kijk eens als je springt. Je zweeft heel erg langzaam naar beneden. Wow. Dit is zo apart. Wee. Net als een kip. Ja, net als een kip inderdaad. Oké, doei professor. Tot zo. Doei, succes. Zijn jullie klaar voor de tweede ronde? En deze keer in de supermarkt. Tok, tok. Ja. Tok, tok. Ja. Tok, tok. Ga er maar vandoor. Als je bukt. Ga er maar vandoor. 1, tok, tok. Okay. 2, Kom op, jongens. Verstoppen. Ik denk dat ik even hier zo achter ga zitten of zo. Bij de kip. Ik ga mezelf verstoppen bij de kip. Wacht. Oh nee, ik ben hier tussen gevallen. Oh nee, het gebeurt gewoon weer. In de vorige verstoppertje video was het ook al gebeurd. Maar dit is wel een hele goede plek, denk ik. Ik ga proberen helemaal boven hier op te komen, maar dit lukt gewoon niet met een kip. Misschien is dat omdat ik ook een noepkip ben. Nou, nee. Oh, ik moet wel ergens verstoppen. Oh, voordat de pro komt. Waar ga ik heen? Ik kan ergens verstoppen. Ik ga hier gewoon in het hoekje zitten. Misschien ook. Hopelijk ziet hij mij niet. Oh, er zijn hier oprecht, denk ik, maar een paar goede verstopplekken. En dat is gewoon ergens hier achter zitten. En hopen dat hij je niet ziet. Misschien kan ik trouwens hier achter een appel zitten. Is dat... Gelijk, even kijken. Ben ik nu te zien? Ik denk het wel. Weet je, we gaan hier gewoon naar beneden. Zo, dan zit ik wel vast, maar wel goed verstopt. 58, 59, 60. Ik kom eraan. Oh, je moet hier niet buiten lopen. Wat is dit? Oh, dit was een echt... Hallo, Mick? Giel? Nee. Of, zijn jullie er nog? Nee. Mick? Mick, heb ik nou Mick gekild? Nee toch? Nee. Ja, nee, bro, dat was een normale kip. Andere kippen buiten. Haha, dat was een normale kip. En wie is dit dan? Geen idee. Okay, geen idee wie dit is. Oké, ik heb Giel gevonden. Giel. Nee! Die kon je gewoon van de buitenkant jongen. Oh, ik schrok wel even. Ik dacht dat ik gewoon iemand gekild had. Even kijken. Oh, dit is zo stom. Hij kon me natuurlijk gewoon vanaf de buitenkant zien. Even kijken hier bij de schappen. Hallo, wie is dit? Nee, ik ben een kip. Tok, tok. Oké, ja, de Noob is ook een kip. Dat snap ik, ja. Oké, dus dat was de Noob. Nu moet ik alleen Mick nog. En daar is Mick. Kijk eens aan. Mick. Ik ben Giel. Is dit Giel? Ik wou net zeggen. Ik dacht, hoe zie je mij? Oh, nou, ja, Giel die zat net vast. Zit je zo goed verstopt dan, Mick? Nou ja, als ik hem niet zie, dan is het moeilijk. Hij loopt hier buiten! Nee, dat is waar. Loopt hij buiten? Oh nee, dat is een andere kip, denk ik dan. Noob, ga me niet afleiden. Hier loopt ook een kip. Oh, hier is Mick. Kijk eens aan. Oh, zit hij ook zo? Oh, hij zat hier. Oh. Yay.
Maar wie is nou de neppe kip en wie is de echte kip? Ik snap het niet meer. Nee, ik weet het. Dat is de neppe. Pak de neppe. Pak de neppe. Hallo professor, daar zijn we weer. Hallo jongens, we willen eigenlijk weer veranderen. We willen veranderen in koeien als dat kan. Is dat mogelijk? Even instellen. Zo. Ja, ja. En ja. Ik wil normaal worden trouwens. Dat is even goed om te weten. Oh, oké. Okay. Je moet normaal worden. Ja. Zo, kijk eens aan. Zijn jullie klaar voor? Ja, ik denk het wel. Zijn jullie klaar voor? 3, 2, 1, woeblaas! Eureka! Kijk eens aan, jullie zijn koeien! Ik ben weer normaal geworden, jongens. Hallo, meneer de koeien. Vertel eens een grapje. Is de pro nou echt veranderd in een koe? Of wat gebeurt er nou? Nee, pro doet net alsof. Ja, hij is al bezig met zijn verstoppertje. Nee, ik hoop het. Anders is er iets misgegaan, professor. Ik hoop het niet. Nee. Hij is gewoon een grapje uit aan het halen. Oké. Giel! Gelukkig maar. Ik dacht echt even dat je in een koe veranderd was. Nee, neem maar mee, Giel. Oké, is goed. Oh, dat kan niet, helaas. Oh. Dan moet je toch echt een echte koe voor zijn. Maar dit is dan wel een goede dierentester, dit ding. Oh, nee, maar waar heb ik jou dit nou gegeven? Nou, kom jongens, we gaan naar de volgende verstoppertje-locatie. Oké, jongens, jullie krijgen weer 60 seconden de tijd om te gaan verstoppen in deze boerderij. En als ik dat zo zie, dan gaat dat niet heel erg moeilijk worden voor jullie. In ieder geval, voor mij wel. Ja, oké, begin maar met verstoppen. 1, 2, 3. Oké, ik ga heel simpel, ga ik hier gewoon tussen de andere koeien staan. Kunnen we hier overheen of kunnen we daar door die deur? Dat moet toch kunnen? Even kijken, hier de deur open. En ik kan gewoon niet door de deur! Ik kan niet bij de andere koeien. Dat meen je? Kan ik hier ook niet tussendoor? Ja, hier kan ik wel tussendoor. Oké, ik ga hier tussen de andere koeien staan. Perfect. Oké, ik denk dat ik hier gewoon letterlijk in het hoekje ga staan. Je kan je als koe niet echt op andere plekken verstoppen. Ik doe gewoon alsof ik dit gras aan het eten ben. Ik denk dat dit niet gaat werken voor heel lang. Maar misschien kan ik er wel mee winnen, want ik denk dat iedereen snel gevonden gaat worden. Ik ga hier gewoon bij de bloemen staan. Daar staat Giel gewoon. Die gaat mij echt niet vinden zo. 60, jongens, ik kom eraan. En ik zie hier gelijk een koe. Ik ga hem gewoon killen, jongens. Ik ga alle koeien killen. Moe, niet doen. Ja, jawel. Dat doe ik wel. Want ik moet jullie toch kunnen zoeken. Oké, dat was hem ook niet. Eens even kijken. Oh, dan staat hier sowieso iemand tussen de koeien. Dat kan niet anders. Er komt wel even een moe heel dichtbij. Oh jee, nee, ik denk dus niet dat jullie hier zitten, want koeien kunnen niet door zo'n poortje heen. Eens even kijken. Oh, lekker eten. Oh ja, ik zie hier een rode koe. Ja, gevonden. Lekker eten. Nee, je hebt er niet gevonden. Je moet me killen. Het is dus als je damage krijgt, dan ben je dus helemaal rood of zo. Het is heel erg raar. Ja, is goed, kill ik je. Prima. Woe, nee, Mick. Oké, jongens, ik moet jullie nog even zoeken. Mick moet de volgende ronde zoeken, dat is ook leuk. Maar jullie zijn nog steeds in het spel. En eens even kijken waar jullie zijn. Huh? Waar zitten jullie ergens? Je gaat mij nooit vinden, Giel. Je gaat mij nooit zijn jullie vinden. Achter de boerderij misschien? Achter de boerderij? Nee. Achter de boerderij zou ik niet doen, dat is echt een stomme. Hè? Huh? Waar zijn jullie? Ik heb jou al gezien. We zijn niet achter de boerderij. Oké, ik ga toch eens even proberen om hier even wat ja, ik heb er een. Dit is een koe. Dit is een imposter koe. Het is de pro. Bro, ik heb je gevonden. Oké dan. Kom maar uit. Dat is zo oneerlijk met dat rode. Oké, waar is de noob? Ik weet het echt nooit vinden. Ben jij de noob? Nee, oké, dit is niet de noob. Oké, noob, ik ga je vinden. Het is gewoon een kwestie van tijd. Bam. Ik zag jou wel net. Is hier de noob? Nee, ook niet. Oké. Oh, ik zie jou wel springen hoor. Ja, dat zal wel. Ik zie jou nergens springen. Nee. Eens even kijken. Dit is de pro denk ik, hè? Ja, dat ben ik. Oh, ik heb echt overal al gekeken. Ja. Bro, geef me een tip. Ik ben bij de bloemen. Het ruikt hier lekker naar bloemen. Moe. Oh, nee. Ja, nee. Ik heb je. Let's go. Oké, op naar de volgende ronde. Oké, professor, daar zijn we weer. We willen graag weer veranderen als dat kan. Wat willen jullie deze keer worden? Wij willen honden worden. Alleen niet Mick, want die moet gaan zoeken. Ja, maakt mij wel normaal. Die moet weer normaal worden. Mick, komt goed. Ja, is goed. Oké, nou jongens, zijn jullie er klaar voor? Ja, zeker. Oké, let's go. 3, 2, 1. Wablam! Ja. Eureka! Kijk eens aan! Het is weer gelukt! Oh, ik ben weer normaal! Het is gelukt! Oké, laten we de volgende ronde gaan doen. Jullie mogen gaan verstoppen in het lelijkste huis van Kleurstad, namelijk Giel's huis! Ik ben al aan het tellen. In mijn hoofd. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Oké, verstoppen jongens. Ik ga hier gewoon die geheime knop van Giel gebruiken. En dan hopen... Ja, ik kan hem niet dicht doen helaas vanuit de binnenkant. Maar ik ga gewoon hier zo... Bij Giel zijn geheime slaapkamer is dit denk ik. Ga ik hier achter het gordijn zitten.
Dit is echt de perfecte plek. Oké, okay, ik wil hier naar mijn bunker toe. Noob, wat doe jij hier? Ik wou hier ook zitten. Ja, we kunnen in principe het samen verstoppen als je dat wil. Nee, dan ga maar jij hoor. Oké, okay, nou dan ga ik mezelf hier opsluiten in de gevangenis als dat kan. Ja, dat kan. Oh, wacht, dan moet ik eventjes springen. Zo, en naar binnen. Ja, top. Hoe doe je... Ik zit opgesloten. Alleen, hoe ga ik hier ooit nog wegkomen? Hoe doe je eruit komen? Hoe doe je zitten? Weet ik ook niet. Nou, ik zag Giel dus ook al lopen naar beneden. Dan ga ik niet naar beneden, maar dan ga ik hier gewoon achter de kist. En hopelijk ben ik niet te zien. Ik ga zoeken! En ik ga gelijk beginnen bij de garage. Wacht, heeft Giel een hond? Oh, dat is mijn... Huh? Dit is mijn hond. Oké, ik ben zwaar in de war. Even kijken, is hier ergens een hond? Hondje, hondje, hondje. Ik zou als eerste gaan zoeken in de geheime bunker. Of ik zou als eerste stoppen in de geheime bunker. Dus ik ga... Eerst zoeken in de geheime bunker. Dat lijkt mij gewoon een logische plek om te verstoppen. Even kijken hier in de bar. Hier hebben we allemaal mooie gordijntjes. Dat zijn ook wel mooie verstopplekken. En hier hebben we een hond. Maar wie is dit? Woef woef. Oké, pro speler. Nou, dat was heel duidelijk. Oké, je hebt me, je hebt me. Pro is als eerst gevonden. Pro, je bent niet heel goed als... Ja, ja, je bent niet heel goed dit, je bent niet heel goed dat, ik snap het wel. Je moet eigenlijk weer noob eten. Oké, we gaan door naar de volgende hond. En die zit sowieso helemaal boven, ik weet het zeker. Nee, oh, hier is helemaal niemand. Hallo, noobie? Ik heb gratis dirt. Nee, ik ben daar niet! Waar ben je niet? Haha, dag, waar jij bent. Waar ben ik dan? Ik heb iets heel slims gedaan. Wat heb je gedaan? Oh, kijk aan. Nee. Dat is Noobie. Ik had de kist opengezet. Ah, Noobie! Hoppa. Zo, oké. Okay. Dan zal Giel hier vast wel beneden zijn in zijn geheime bunker. Of ja, geheime bunker. Nee, helemaal niet. Waar heb je het over? Hij is altijd open. Giel, als je zegt helemaal niet, dan denk ik juist altijd dat je er bent. Nee. Maar dat is helemaal niet zo. Dus je was ook echt niet in de buurt of zo. Je hebt hier ook een gevangenis. Was ik in de buurt? Nee. Helemaal niet. Nee. Zeker niet. Oké, nou dan was ik niet in de buurt. Oké, Mickey was heel erg dicht in de buurt. Ik zit in de gevangenis, maar iemand moet me eruit laten. Dus, je zit in de gevangenis? Ja, kom op. Bevrijd me, alsjeblieft. Oh ja, ik durfde niet naar binnen te gaan, want dan was ik dadelijk opgesloten. Oh, gelukkig maar. Ik ben bevrijd uit de gevangenis. En ik heb het laatste potje gewonnen! Klik hier voor de volgende survival video van Mick. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En jij kan nu zelf ook meespelen in Kleurstad. Het enige wat je moet doen is het IP hier in beeld joinen. Zo simpel is het. En klik nog snel even op deze video. Kom op. Waar wacht je op? Klik.